Frank en Teut. Welkom beste kijkers op de derde aflevering van Frank en Teut. Deze aflevering is op een zekere manier een vervolgstuk op mijn eerste aflevering genaamd Een moslim en een atheïst in gesprek. Met als gast Stijn Ledigen. Een Belgische jongen uit Aalst die zich liet bekeren tot de islam. Dit keer gaan we een andere godsdienst onder de loep nemen, namelijk het katholieke geloof. En ik heb hier een heel grote meneer voor mij zitten, die hiervoor als spreekbuis zal fungeren. Namelijk meneer Johan Bonny. Sinds 2009 de 22e bisschop van Antwerpen. Meneer Bonny haalde meermaals het nieuws met zijn progressieve standpunten. De bisschop hield zoal een pleidooi voor een andere houding van de kerk ten opzichte van het ongehuwd samenwonen, echtscheidingen en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. En in een opiniestuk van de Standaard bood hij tevens ook zijn excuses aan voor het standpunt van het Vaticaan over homoseksualiteit en pleitte hij voor meer menselijkheid. Zijn pleidooien konden rekenen op applaus, maar veroorzaakten ook wrevel binnen de kerk. Hij is tevens ook de eerste bisschop van Antwerpen die de zaterdagdienst heeft bijgewoond in de synagoge van Antwerpen. Iets wat nog nooit eerder is gebeurd in het 450-jarige bestaan van het bisdom Antwerpen. Een controversieel en vernieuwend figuur. Zo noemde de VRT een progressief gezicht binnen de Belgische kerk. Meneer Bonny, hartelijk bedankt dat ik mocht langskomen in het bisschophuis. Hopelijk bent u fan van mijn introtekstje. Goedemorgen en goede intro. Dankjewel. Ik vind het altijd moeilijk om iemand samen te zetten in een paar zinnen. Ja. Maar goed, we zullen er direct invliegen. Ja. De eerste vraag is hoe u tot het katholieke geloof bent gekomen, tot het christendom. Ik ben ertoe gekomen omdat ik het mee heb gekregen. Hm. Dus in die zin ben ik er niet toe gekomen. Ik heb het mee gekregen. Mm-hmm. En de vraag is voor mij niet geweest, ga ik naar het christendom toe? Kies mm-hmm. ik daarvoor? Nee, ik heb het meegekregen. Mijn vraag is geweest, hou ik het? Mm-hmm. Hou ik het? Mm-hmm. Waar zit de waarde ervan? Mm-hmm. Welke betekenis heeft het? En heeft het zoveel betekenis dat ik het vasthoud en dat ik er eventueel zelfs mijn leven op bouw? Dat proces ben ik wel moeten doorgaan, ik denk zoals veel Vlamingen, die dat geloof hebben meegekregen vanuit de familie, vanuit het dorp, vanuit de jeugdbeweging, de school en ga zo maar verder, ingeademd met de lucht waarin wij leven. Maar goed, verder in het leven moet je zeggen, dat geschenk dat ik heb gekregen, want zo kijk ik er dan naar, hou ik het mm-hmm. of laat ik het liggen? Zoals met talenten die je hebt gekregen. Ik heb nog andere talenten dan die ik heb ontplooid door priester te worden. Mm-hmm. Ik had misschien ook leerkracht kunnen worden, ik had misschien dokter kunnen worden. Er liggen slapende talenten in mij. Mm-hmm. Een paar heb ik ervan opgenomen. En het geloof is iets wat ik mij eigen heb gemaakt. En hoe ouder ik word, hoe meer ik overtuigd ben dat het de juiste keuze was om het vast te houden en er verder mee te werken. En wat waren dan juist die elementen waar u zei van, oké, dit is het geloof, hier ga ik mij aan vasthouden? Dat heeft met een heel breed scala van ervaringen te maken, intuïties en gedachten. Mm-hmm. Voilà. Goed. Ik moet er maar een paar heel kort op een rij zetten. Mm-hmm. Wat gebeurt in een kerkgebouw wanneer christenen samenkomen om te bidden, liturgie te vieren, lezen uit de Bijbel, mm-hmm. Vieren met rituelen en gebaren, bijvoorbeeld de Eucharistie, die viering met brood en wijn en de betekenis die dat voor ons heeft, met de gezangen daarbij, met alle kunst die daardoor de eeuwen heen is bijgekomen, omdat die kunst voor die viering gemaakt is, dat heeft mij altijd geraakt, dat trekt iets open, dat zet een raadsel in mijn leven, maar een raadsel met een positieve impressie vooraf, hier zit iets, ik kan het moeilijk pakken, ik kan het moeilijk duiden, maar hier hangt iets wat waardevol is. Dat is één domein. Een ander domein, de betrokkenheid van die kerkgemeenschap op het dorp, op de samenleving. De katholieke kerk, zolang zij bestaat, heeft hier volop 150% op ingezet op al wat dat die samenleving is en gemaakt heeft. Of dat nu gaat over onderwijs, over ziekenzorg, bejaardenzorg, op wetenschap, universiteiten, mm-hmm.
op het sociale leven in de samenleving. En niets is gebeurd zonder spanningen en problemen. Maar de democratisering van de samenleving, mm-hmm. maken dat iedereen hier vanuit een christelijke inspiratie gelijkberechtigd wordt als mens. Heel, die inbedding in die samenleving, die is voor mij door en door kerkelijk. Dus het behoort tot mijn intuïties, ja, een kerk is er om naar die samenleving toe te gaan. En een samenleving heeft er voorbeeld bij om in zo'n een dialogale relatie met een kerk te staan. Dus het gemeenschapsgevoel. Gemeenschapsgevoel. Ja. En het derde, dat is het intellectuele. Ik heb ook filosofie gestudeerd, jaren. Ik heb theologie gestudeerd. Mijn intellectuele hoofdje zou niet kunnen leven. Niet omdat dat geloof op alle vragen het antwoord heeft, maar omdat het geloof mij het raadsel stelt dat mijn verstand nodig heeft om te blijven denken. Ja, maar waarom juist het katholieke geloof en niet het oriëntaalse, het orthodoxe? Ja, het... Daar speelt het toeval mee dat ik hier geboren ben. Ah ja, oké. Kijk, en als we nu over het christendom hebben, je hebt christendom in vele varianten, mm-hmm. daar zitten verschillen op, maar het grootste verschil is dat die allemaal mee vergroeid zijn met hun volk. Hè. Mm-hmm. Ga je naar Amerika, dan is de kans het grootste dat je in een protestantse kerk geboren wordt. Ben je in Engeland geboren, dan is de kans het grootst dat je Anglicaans bent, omdat mm-hmm. je familie het is. België is katholiek, zoals Frankrijk, Italië, Spanje katholiek zijn. Mm-hmm. Maar ben je in Griekenland geboren, dan ben je orthodox. Dus daar speelt het ergens het lot speelt daar een rol in, het toeval. Maar mm-hmm. een toeval dat ook wel te maken heeft met wie je bent in dat volk. Dus mm-hmm. ik neem ook aan dat ons katholicisme de vorm van christen zijn, de vorm van kerkelijkheid is, die het best past bij ons volk en omgekeerd. Ja. Ik zie ons volk niet massaal naar het orthodoxe geloof trekken. Nee, die diensten niet? Zijn veel te lang en te ingewikkeld. Wij hebben iets nodig wat klaar en duidelijk is. Dus het Rooms-Katholieke geloof is klaar en duidelijker dan het orthodoxe? Of... Nee, maar het past het best bij onze volksaard. En dat zie je ook in de feitelijkheid. Kijk, in de keuze in Vlaanderen voor de overgrote meerderheid is voor wie gelovig is mm-hmm. en Vlaming. Ofwel doe ik mee met die kerk, mm-hmm. ofwel doe ik niet mee, maar word ik ook niets anders. Ja. De varianten zijn er, dat is mm-hmm. duidelijk. Maar de varianten worden gedragen hoofdzakelijk door mensen die van elders gekomen zijn. Mm-hmm. De Joden, de moslims, de evangelicale protestanten, de Anglikanen, de boeddhisten zijn variaties op het thema godsdienst, maar die van elders naar hier zijn gekomen. Mm-hmm. En er zal af en toe een Vlaming zijn die mm-hmm. verandert. Ja. Maar dat zijn kleine minderheden. Eigenlijk voor hier de basisrealiteit in België is, ofwel heb je nog iets met de katholieke kerk, mm-hmm. ofwel heb je het gehad met godsdienst als geheel. Ja. Of zweef je een beetje tussen die twee in. Zo de schemerzone tussen die twee. Tussen, maar ja... Kijk, ik toch nog iets van dat geloof, maar ja, meedoen zit er niet meer in. Ja, ja maar en helemaal zeker dat er niets van aan is, ben ik nu toch ook niet. Voilà, zo een beetje het zweven tussen de twee in. Ja, ja. Oké. Okay. Dan de tweede vraag is, hoe gaat u om met de waarheidsaanspraak van het christendom tegenover het jodendom en de islam? Geeft dat een bepaald, een superioriteitsgevoel van... Jezus is de zoon van God, dus ook de laatste profeet. Maar voor de moslims is dat dan bijvoorbeeld de profeet Mohammed. En voor de joden was de laatste profeet Malachi. Hoe ziet u dat als... Want die religies kunnen niet compatibel zijn. Dus de waarheidsvraag... En je moet ze eerst op de volle bandbreedte zetten, de waarheidsvraag. Ja. Dus de waarheidsvraag stelt zich ook tegenover het atheïsme of het agnosticisme, mm-hmm. en dan heb je de godsdiensten, daar zitten, hè. Je hebt de godsdiensten, zoals je zegt, islam, jodendom, islam, mm-hmm. christendom, en dan zit je nog eens met de waarheidsvraag, zijn dat dan effectief relevante verschillen tussen protestanten, katholieken en orthodoxen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus over heel die bandbreedte, maar telkens op een andere manier, stelt zich die waarheidsvraag. Mm-hmm. Goed. Zelf ben ik overtuigd dat ik met mijn geloof in de waarheid sta. Ja.
Want als ik redelijkerwijze tot de conclusie kom, nee, ik sta niet in de waarheid, ik ben in geweten verplicht mijn diepste zoektocht naar de waarheid te volgen. Mm-hmm. Ik ben ook in geweten verplicht om die zoektocht open te houden en ze niet af te blokken. Mm-hmm. Ik ben ook in geweten verplicht mij verder te laten aanspreken door mm-hmm. wat mensen daarover zeggen. Dus zeggen, ik sluit al die deuren af, want het kan en het mag niet. Mm-hmm. Ja. Zeer moedig is dat ook niet. Ja. En zeer intellectueel ook al niet. Mm-hmm. Goed. Als je dan komt naar de godsdiensten, je hebt er drie genoemd, je moet altijd de twee zeggen. Ja. Dus ook ten opzichte van godsdienst en niet-godsdiensten, er zitten heel diepe verwantschappen tussen Joden, christenen en moslims in die chronologische volgorde trouwens. Ja. Wij zijn wat men noemt de drie Abrahamitische godsdiensten. En wij gaan alle drie zeggen, dat is zo een beeldspraak, Abraham is onze vader. Mm-hmm. Bovendien zijn er fundamentele concepten, eigenlijk basisconcepten, die wij gemeenschappelijk hebben. Mm-hmm. En die maken dat wij ook voor veel basisinzichten dezelfde taal gebruiken. Dat God een persoonlijke God is. Mm-hmm. Niet een nevel, niet een abstract principe, maar een persoonlijke God. Maar voor het Jodendom is het meer abstract, hè? Ja, maar daar kunnen we straks op terug. Ja. Maar ik wil gewoon zeggen, wat we samen hebben, die persoonlijke God, dat God aan het begin en het einde van het leven staat. Mm-hmm. Dat die God aan het einde waakt over recht en rechtvaardigheid en eerherstel voor wie het hier niet gekregen heeft of mishandeld is geworden. Vooral die oorlogsslachtoffers, mm-hmm. dat er een soort herstel van de geschiedenis is. We hebben gemeenschappelijk dat geloof. Bovendien, dat je u op een levende manier tot God kunt verhouden, u door hem laten inspireren, dat gebed een plaats heeft. Mm-hmm. Persoonlijk gebed en collectief gebed. Dat we daarbij woorden gebruiken en niet woordeloze tonen en klanken. Nee, dat we daarvoor woorden gebruiken mm-hmm. en liederen bij hebben. Je kunt nu zeggen, ja, maar dat is toch klein. Nee, dat zijn heel grote verschillen. Dat ik een verantwoordelijkheid heb als mens, inderdaad ten opzichte van mezelf en de mensheid, maar ook ten opzichte van die God. Ja. En dat de fundamentele vraag voor de waarde van een leven is, heb ik gedaan wat God van mij mocht verwachten. Dat bindt ons. En dat is eigenlijk al het gemeenschappelijke huis waarin we bewonen. Mm-hmm. Dan zit je met, laten we zeggen, verschillen die relatief zijn, maar wel betekenisvol relatief. En nu kom ik tot mijn, voor mij maakt, en het verschil in de kerk heeft met de persoon van Jezus Christus te maken, mm-hmm. Natuurlijk, zijn wij allemaal goede mensen, laat mij zeggen dat wij allemaal goed zijn en gedeeltelijk goed, en wij zijn ook allemaal zondaars, daar gaat het niet over. Dus de vraag naar de godsdienst is, hoe kijk je naar het unieke van die persoon? Ja. Dus voor mij, ik ben een christen, noem ik mij. Dat wil zeggen dat mijn eerste definitie zit in de persoon van Jezus Christus. Mm-hmm. Zijn verschil moet mijn verschil zijn. Mm-hmm. Niet dat mijn verschil zijn verschil moet zijn. Ik moet mij niet in hem projecteren. Maar zijn verschil moet ik tot mijn verschil maken. En dan ben ik overtuigd dat Jezus een fundamenteel verschil, of een betekenisvol verschil, mm-hmm. neerzet, laat mij dat woord gebruiken, tussen Jodendom en Christendom. Ja. Als persoon met wie hij was, met wat hij gezegd heeft, maar ook met hoe hij het gedaan heeft. Mm-hmm. Kijk, we zijn nu, omdat u het interview nu opneemt, een paar dagen voor de Goede Week, mm-hmm. hij is de enige die aan een kruis is gestorven. Maar de moslims zeggen dan weer van niet. Ja, goed, maar voor een, laten we zeggen, als christen geloof, het historische feit dat Jezus aan een kruis is gestorven, is zodanig betuigd, mm-hmm. zowel door Joodse mm-hmm. bronnen, christelijke bronnen, als niet-christelijke bronnen uit de oudheid, dat je dat feit niet kunt wegredeneren. Ja, kunt dat feit, het is ook, de Joden hebben het erover gehad, omdat zij uiteraard anders keken naar die persoon van Jezus, anders hadden ze niet aan een kruis doen slaan. En er zijn ook buitenbijbelse bronnen van Romeinse schrijvers, tijdgenoten die het hadden over dat merkwaardige feit. Dus het feit is het, hoe dat je er naar kijkt, dat verschilt. Mm-hmm. Uiteraard. Dus een christen zal zeggen,
In dit feit, geloof ik, heeft God in de wereld een feit neergezet dat van alle tijden is. Ja. Er zijn de feiten van vandaag, maar er zijn feiten van alle tijden. Ja. En wel, dat is voor mij als christen een feit van en voor alle tijden. Dat zal een Jood niet zeggen, dat zal een moslim niet zeggen, dat moeten zij ook niet. Mm-hmm. Maar daar zit dan mijn keuze, intuïtief en rationeel als christen. Ja. Van nee, dat verschil, op dat verschil mag mijn geloof staan. Oké, top. Volgende vraag is, kan de Bijbel letterlijk worden geïnterpreteerd? Dus bijvoorbeeld het verhaal dat in onze moderne wetenschappelijke wereld, dat men stelt, het christendom, dat Jezus is geboren zonder biologische vader, uit een maagd, dat hij de moleculen van water in wijn heeft doen veranderen, de blinden kon laten zien, etc. Hoe gaat u daarmee om als 21ste eeuwse mens in deze wetenschappelijke wereld? Moet dat letterlijk worden geïnterpreteerd of heeft u meer iets allegorisch, metaforisch? Kijk, allegorisch, metaforisch, ik ben blij dat je dat zegt. Mm-hmm. Waarom? Ja. De vraag, moet de Bijbel letterlijk allegorisch of metaforisch worden verstaan, die is niet van vandaag. Ja. Die vraag komt uit de allereerste eeuw. Mm-hmm. Dus de geschiedenis van de theologie in de eerste, tweede eeuw is begonnen met de vraag, mm-hmm. hoe lees je die schrift? Goed. En daarmee zijn twee dingen gezegd. Eén, er zijn heilige geschriften. Mm-hmm. Dat wil zeggen, boeken die niet zijn als andere boeken. Het is mm-hmm. niet zomaar nummer 135 uit de bibliotheek. En dus niet zozeer omwille van het literaire gehalte enzovoort en de literaire kwaliteit, mm-hmm. maar ook, het is in geloof gezegd mm-hmm. dat ze anders zijn. Die gaan over het verhaal van God met een volk, God met mensen. Dit verhaal is van een uniek karakter. En hier ligt een tekst, en daar begint het, die we gaan gerust laten. Hier gaan we niet aan prutsen. Maar is het een historische gebeurtenis? Wacht. Geen vraag, ik antwoord. Dus hier ligt een verhaal waar we niet gaan aan prutsen. Dat zegt de Jood, dat zegt de Christen, dat zegt de Moslim. En dus gaan wij veel tijd investeren in de originele tekst. En gaan wij zo ver mogelijk telkens proberen de meest oorspronkelijke versie te vinden. En die zo getrouw mogelijk bewaren. En erop toezien dat die niet in alle mogelijke manieren wordt vertaald om er een projectie van ons denken van te maken. Er moet een tegenover in die tekst zitten. Omdat God ook een ander is, moet er in die tekst een tegenover zitten. Goed. Maar dan begint de vraag, hoe ga je dan om met die tekst? En zolang de kerkgeschiedenis loopt, is dat een oefening in het goed lezen van een historische tekst. En dat is met de instrumenten van de wetenschap en het denken en de filosofie en de taalwetenschap. Wat is nu de kern van het verhaal? En een onderscheid maken en daar quod dicit, quod docet. Mm-hmm. Waarom zeg ik het in het Latijn? Om te zeggen dat die oefening niet van vandaag is, maar zo oud als de kerk. Quod dicit, quod docet. Waarover gaat dat? Wat zegt de tekst letterlijk, maar quod docet, welke inhoud wil die doorgeven? Als ik dat moet uitleggen in een klas, gebruik ik altijd hetzelfde voorbeeld, toch in het hogere middelbaar. Als uw papa vanavond thuiskomt en hij is moe gewerkt, en ik werk met een heel klassiek ouderwets familiemodel, en uw mama is thuis en zij heeft lekker eten gemaakt, en uw papa komt binnen en hij pakt zijn vrouw vast en hij zegt, schatje, kom hier, ik zou je willen opeten. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Jij, 15-jarige. Mm-hmm. Want als jij uw papa letterlijk neemt, dan moet jij nu de telefoon nemen en naar de politie bellen. Of naar de buren, kom haastig, want hier zal een ongeluk gebeuren. Mm. Hij zal beginnen met haar te slachten en op te eten. Want dat heeft hij gezegd. Kom hier, schatje, ik ga je opeten. Ja, je morele plicht, als je letterlijk, het letterlijk neemt, schiet je morele verplichting in hang.
Bovendien, als je volwassene bent en je hebt dat niet gedaan, zal de rechter u beschuldigen van dus nalatigheid. Tenzij uw pa iets anders wil zeggen. Hij heeft gezegd, kom hier, ik ga je opeten. Wat betekent, ik wil je weg. Misschien heeft hij je tegenovergesteld willen zeggen, schotje, ben ik zo blij dat je hier bent. Ik zou je nooit meer willen missen. Dus tussen quod dicit, quod docit, dat kan 180 graden van elkaar verschillen. En je zegt, ja, maar kun je dan willekeurig alles interpreteren? Nee, je moet Nederlands kennen. Je moet Nederlands kennen. Ja, misschien zeggen ze dat in het Frans ook, hein? Je veux bien te manger. Ja. Maar dan moet je al weten, wat is de betekenis van die zin in die context? En zegt je papa dan nog? Hoe kun je nu weten wat je papa bedoelt als hij zegt, schatje, ik ga je opeten? Oh, je heeft dat misschien al 10 keer gezegd als we samen op de canapé zaten. Mm. Ah, de context speelt dus mee en de voorgeschiedenis. En dus met de Bijbel is dat net zo. Je kunt, het staat iets, als je het letterlijk neemt, sta je vaak volledig op het verkeerde been. Je moet interpreteren, maar je kunt ook, je interpretatie kan niet willekeurig zijn. Dus ze is gebonden aan taalgeschiedenis, context en cultuur van die tijd, want die teksten zijn 2000, 3000 jaar oud. En als men zegt, ja maar, die zin uit de Bijbel, die zegden ze toch ook. Niet alleen de Joden zeggen dat, de Egyptenaren en de Persen zeggen dat ook. Gelukkig dat zij dat zeggen. Want daarmee kun je helpen verklaren wat de tekst bedoelt en niet bedoelt. Hè? Dus cultuurgeschiedenis, taalgeschiedenis, religiositeit, ja. Voilà. En dan moet ik daar nu nog een heel belangrijke derde bijleggen. Ik zit nog maar aan 1, hè? Cultuur, taal, tijd, symboliek, symbolisch spreken. Er zit nog een hele derde, en dat is, ik ben christen. Dat wil dus zeggen, ik heb een bril op heel de rest. En mijn bril is die persoon van Jezus Christus. Met andere woorden, al wat er in die boeken staat, moet voor mij ook beantwoorden aan de manier waarop hij er is mee omgegaan. En als er daar teksten in staan die letterlijk tegenspreken van hoe hij het gezegd heeft, dan moet ik die anders verstaan. En nu geef ik een voorbeeld. In het Oude Testament, het volk van het Joodse volk heeft veel vaak veldslagen moeten voeren om zich te kunnen handhaven tegenover de Egyptenaren, tegenover de Babyloniërs, tegenover de Persen en ga zo maar door. Dus het Midden-Oosten is een plaats van gevechten, toen al en nu nog. Ja. Voilà. Gevechtstekst. Jezus Christus heeft gezegd, bemin uw vijand. Ja. Keer uw rechterwang aan diegene die u slaat. Dat is een fundamentele keuze voor de geweldloosheid. Ik ben christen. En dus mijn bril, waarmee ik de rest herlees, wil herlezen, moet herlezen, is hoe Jezus zelf met die tekst is omgaan. Kijk, ik keer nu terug, volgende week is het Goede Vrijdag. Hij is aan een kruis gestorven. Ja. Dat wil dus zeggen dat alle teksten die in dat Oude Testament gaan over geweld en geweldloosheid, je leven pakken ten koste van de anderen of je leven geven ten bate van de anderen, ik weet heel goed in welk licht ik dat moet lezen. En daar komt dan het verschil van de persoon van Jezus wel degelijk naar voren. Ja. In het lezen van die heilige teksten. Maar, goed, je hebt hiermee een van de belangrijkste dossiers op tafel gelegd. Voor al wat godsdienst is, heilige geschriften, ja, geëikt. En ze moeten daar blijven staan. En we moeten ons eraan wagen om die goed te verstaan. En dat is niet simpel. En daar komt heel veel wetenschap en theologie, dat is niet natte vingerwerk. En uiteindelijk voor een christen zeg je dan, ik heb een bril, ja. Ja. En mijn bril is een persoon van je. En die maakt dat bepaalde teksten veel meer relief krijgen dan ze aanvankelijk hadden. Evengoed als bepaalde teksten daar eigenlijk mogen in de la blijven liggen. Ja, maar dus, dat staat er eigenlijk een beetje op aan, zijn wetenschap en religie dan compatibel? Want er zijn christenen in de Verenigde Staten die denken dat de aarde 6000 jaar oud is vanwege hun interpretatie, hun lezing van de Bijbel.
Ook denken dat de vrouw situeert dat de rib van een man en dat de erfzonde eigenlijk komt door de vrouw omdat ze at van de appel. Dus de erfzonde moet een historische, letterlijke gebeurtenis zijn geweest, want waar anders komt de erfzonde vandaan? Maar dan heb je bijvoorbeeld de Australische kardinaal George Pell, die zei in een interview dat de erfzonde, dus het eten van de appel en dat eigenlijk mythisch is, dat dat niet letterlijk moet geïnterpreteerd worden. Maar dan vraag ik me af van, waar komt de erfzonde dan vandaan? Dus daarmee de vraag, ik zei van, moeten we het letterlijk interpreteren of figuurlijk? Ja, dat is de juiste vraag. Hè? Ja. Dat is de juiste vraag. Maar de juiste vraag krijgt vele antwoorden. Ik kan niet verhinderen, ik moet dat ook niet willen verhinderen, dat grote gedeelten van het christendom, maar die dan buiten de katholieke kerk liggen normalerwijze, het scheppingsverhaal voor een historisch verhaal nemen en niet voor een zingevingsverhaal. Oké, dat stel ik ook vast, dat er zoveel zijn die dat denken. Ja. Ik kan niet verhinderen dat zij dat denken. Evendien, als er hier in Vlaanderen politieke partijen zijn, ik zit soms ook te jammeren als ik bepaalde bezig zie. En ik kan ook niet verhinderen dat er daar radicalisaties en vooral simplificaties de ronde doen. Oké, daar moet ik ook leren mee leven, ook in het godsdienstige veld. Maar neem nu, om nu bij dat scheppingsverhaal te... Voor mij is dat een van de mooiste en de belangrijkste verhalen uit heel de Bijbel. Trouwens, dat is niet het oudste verhaal, dat is maar een van de latere verhalen die men dan vooraan heeft gezet als een sleutel op het geheel. Mm-hmm. Die eigenlijk van een latere, meer universalistische theologie getuigt, maar men heeft dus dat vooraan gezet omdat het over het begin gaat. Maar een begin dat geen chronologisch begin is, maar een zingevingsbegin. Al wat daarin staat, vind ik juist. Dus als je zegt, staat er iets fout in het scheppingsverhaal, dan zeg ik nee. Dus het is volgens u een historische, letterlijke gebeurtenis? Nee, dat heb ik niet gezegd. Een zingevingsverhaal? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja. Ik ga mijn... Schatje, ik ga je opeten. Is dat juist? Ja. Ja? Ja, want hij houdt van haar, dus mag hij dat zeggen. Mm-hmm. Elk woord van het scheppingsverhaal is juist. Mm-hmm. En zegt iets juist over de wereld, de mens en de samen. Elk woord. Daar zit geen verkeerd woord in heel de schepping in. Maar ik heb niet gezegd dat dat historische werkelijkheid is. Okay. Goed, je hebt daar de erfzonde genoemd. Hè? Mm-hmm. Laat ons die nu een keer vastpakken. Als je het letterlijk leest, zeg je, daar is twee mensen hebben toen een zonde begaan. En die zonde die is in de DNA of in de genen gekropen. En die zit dus ook in uw genen, in mijn genen. En daarvoor bij je doopsel moet die zonde van eigenlijk van Adam en Eva iedere keer opnieuw vergeven worden. Mm-hmm. Oké, okay. Zo heeft men dat in de geschiedenis, hebben velen daar tegenaan gekeken. Wat kardinaal Pell zegt is juist. De katholieke kerk zegt niet dat het daar gaat over een historisch verhaal en een historische eerste zonde die dan zou overgeleverd worden zoals je ja, een voorwerp doet. Nee, zegt het waarheid ja. Dit wil zeggen, je kunt niet geboren worden in de wereld zonder dat er iets van het kwade in deze wereld aan je plakt. En dat er vroeg of laat toch gaat uitkomen. Er wordt geen één mens in de perfectie van het 100% en alleen maar goede geboren. Hmm. Laat een mens lopen en leven... En er zullen ook kwade dingen. Het is ons lot dat wij behept zijn, ook met gevoelens, met neigingen. En het kwaad is daar een onderdeel van. En je gaat het er ook nooit helemaal uit krijgen. Dus de illusie dat er ooit een mens zal zijn die tot de perfectie komt van 100% goed in al, nee. Je moet leren leven met een kwaad. Maar je moet er wel tegen strijden. Dat is iets anders. Dus die... erfleer was dan, en wat kunnen we nu doen om het impact van dat potentieel of virtueel kwade in mij, om dat te beperken, wat heb ik daarvoor nodig? Ja, en dan kom je in gelovige term, wat heb je daar ook voor nodig? Dat kan een godsdienst ook een grote rol in spelen van, ja, hoe kan je van het kwade
omzetten in iets goeds. Ja. Hoe kun je het goede de bovenhand laten halen boven het kwade? Want dat is de wereld. Dus wie verkondigt dat perfectie van deze wereld is, draait zichzelf en de wereld een rat voor de ogen en eindigt in het meest gruwelijke totalitarisme. Mm-hmm. De slechtste wereldleiders zijn de die geweest die ze dachten dat ze die erfzonde uit de wereld gingen helpen met hun systeem. Zoals de inquisities of zo. Zoals Hitler, zoals Stalin, zoals Mao. Dat ze daarmee gingen doen. Daar zijn de grootste slachtoffers gevallen. Inquisitie was ook. Maar op collectief gebied, totalitaire systemen zeggen, en dat is nu, en zo gaan we het kwaad uit de wereld. Nee. Leven is leven, een relatie. Als je nu zegt, ik heb een vriendin, ik heb een partner. Ja, als je niet in staat bent wederkerig om te leven met mekaars erfzonde. Laat nu een keer dat woord nemen. Mm-hmm. Die zit in karakter, in voorgeschiedenis, in gevoelens. Hè. Als je met mekaars erfzonde niet kunt leven, zal die relatie niet lang duren. Mm-hmm. Dus de liefde is er juist om dat in een ander verhaal mee te pakken. Ja. Omdat wat je mee hebt in een ander en een beter verhaal mee te worden en te maken dat jij en zij in een ander verhaal of hij een betere mens kan worden. Hè? Voilà. En dus als je begint over die erfzonde, je kunt het vlug weglachen, maar als je 10 minuten onder verstandige mensen zit te praten, weet je maar al te goed waarover dat gaat. Mm-hmm. Zal elke evangelicale christen of elke moslim of jood bevestigen wat ik daarover zeg? Nee. Mm-hmm. Goed, ja, kijk, er zijn zoveel dingen waarover we van elkaar verschillen. Hè. Dus mm-hmm. dat is ook de vrijheid van de tijd, je noemt de inquisitie, die is voorbij. Ja. Dus dat wil zeggen, ook de gekste ideeën mogen rondlopen. Maar u zei Hitler en zo, ja. Beschouwt u die als gelovig? Nee. Zoals Poetin ik vandaag. Hij doet zich kerkelijk voor, mm-hmm. maar als je nu vraagt, is dat gelovig of christelijk? Ja, want ik zou wel zeggen dat het antisemitisme dat heerste in Europa, dat de katholieke kerk daar ook grotendeels schuldig aan was. Dat toen, want dat werd tot in de jaren 60 verkondigd door het Vaticaan, dat de Joden collectief verantwoordelijk waren op de moord van Christus. Dus er was een enorme antisemitische voedingsbodem in Europa, waar Hitler en ook de pogroms in Oost-Europa op hebben kunnen kapitaliseren. Ja. Ik denk dat daar de Holocaust ook... Daar is heel veel over te zeggen. Maar de vraag is geformuleerd als gazettenpraat. Mm-hmm. En daarmee kan ik niet verder. Nee. Dus als je dat zegt, zeg je, oké, jongen, mogen je dat zeggen, maar het niveau is niet hoog van de vraag. Hè? Maar dus, maar laat mij als antwoord. Hè. Ja. Dus... er is inderdaad een Joods vraagstuk geweest in heel de westerse cultuurgeschiedenis. Mm-hmm. Maar dan moet je al beginnen. En daar zit veel meer in dan wat men zo in... in een café praat erover vertellen. Er is een Joods probleem, het zal dan nogal duidelijk zijn. Dus, maar dan moet je heel die geschiedenis terug. Dus moet je terug naar de eerste eeuwen. Dus, en dan zit je in... de vraag niet alleen, hoe is het gelopen tussen Joden en christenen? Mm-hmm. Dat ging niet over geweld. De enige die letterlijk gesneuveld is toen, is Jezus aan zijn kruis. Mm-hmm. Dus, en daar zit inderdaad een knooppunt van geweld. Als je zegt, waar begint het complexe verhaal? Het begint op Goede Vrijdag. Mm-hmm. Het geweld. En dat dan is doorgegaan, Stefanus en Paulus en Petrus, die dus allemaal gesneuveld zijn. Hè? Dus, voilà. Dus je moet, dat is al een eerste hoofdstuk, dat de andere kant. Twee, dan zit je daar met die heel moeilijke verhouding tussen het Jodendom en dan niet de christenen, maar het Romeinse Rijk. Mm-hmm. En hoe zij zich in het Romeinse Rijk positioneerden. En hoe dat in dat Romeinse Rijk, en dan ga maar door tot Constantijn, dan zit je in de jaren 300... die christenen een kleine minderheid waren van nog geen 10%, en de houding tegenover de Joden bepaald werd door de Romeinse overheid. Goed, dan zit je in die relatie. Oké. Ga je nog verder, dan kom je inderdaad in hier in de Merovingische, de Karolingische tijd, waar de Joden effectief in een aantal Europese landen een plek vinden, ondanks dat godsdienstige verschil. Dus daar zitten ook in de middeleeuwen, belangrijke kolonies in Spanje, in het Midden-Oosten enzovoort. Ja.
Goed. Maar, nu niet heel die geschiedenis, maar... En je zei ook altijd met twee. Je moet dat ook op een vriendelijke manier kunnen zeggen. Wat speelt er bij de één? Oké, maar wat speelt er ook bij de ander aan barrières? Aan openheid, aan blokkage? Waarom integreert men wel, waarom integreert men niet? Je moet ook niet verkijken. In België hebben wij twee types van jodendom ook. Het eerder liberale jodendom en het orthodoxe jodendom. Dat zijn ook twee modellen van zich verhouden tegenover de Belgische samenleving. Ik ga er niet verder op in, maar je voelt al de complexiteit van dat verhaal. Goed, wie er dan hoofdzakelijk opgesprongen is, en dus dat er daar latent ook in heel die westerse cultuur anti-Joodse gevoelens zaten, er zaten ook al die anti-islamitische gevoelens. Ja, wij hebben in Europa, ons Europa moeten bevechten ook. Mm-hmm. En zeker aan de zijkanten, de Middellandse Zee, en dan Oostenrijk, en dan met de Turken, het Ottomaanse Rijk. Mm-hmm. Dat waren geen evident. En dan natuurlijk kweekt je gevoelens. Hoeveel gevoelens kweken wij al niet tegenover de Walen die nergens opslaan? Mm-hmm. He, dus, ja. Voilà, dus je zit in gevoelscultuur. En dan, ja, nee, het laatste wat ik er wil aan zeggen... De laatste grote vervolging, de Shoah, dat die werkelijk niet vanuit de kerk gekomen is. Hè. Dat was wel een open alliantie. Ja, nee, dan moet je heel duidelijk, dan moet je duidelijk Hitler opzetten en een antikerkelijk, antichristelijke politiek van Hitler. En dat moet je niet doorschuiven naar kerk. De kerken hebben zich met de mogelijkheden verzet. Je kunt zeggen, net misschien te zwak. Hè. Maar men moet niet in de schoenen van de kerk schuiven wat eigenlijk in andere hoofden is beraamd, die niks met de kerk te maken hebben. Integendeel, waar onze bisschoppen en priesters in dezelfde vernietigingskampen gestorven zijn. Mm-hmm. Ja, ik zeg het gewoon, ik wil zeker het christendom daar niet mee beledigen, maar ik zeg alleen maar dat er doorheen de eeuwen zijn er autoritaire christelijke figuren geweest, zoals Martin Luther, zoals Chrysostomos, die heel antisemitische pamfletten hebben geschreven. En dat ook Hitler, het allereerste verdrag dat werd gesloten met Nazi-Duitsland, was met het Vaticaan, het Concordaat. Dus ik zeg niet dat het christendom verantwoordelijk was voor de Holocaust, helemaal niet. Nee, maar dat ze te weinig hebben gedaan. Allee, ik vind het een beetje tegenwoordig gebruiken ze de term woke. Hè, woke. Maar dat zijn gewoon historische feiten. Ja, nee. Oké. Okay. Nee, het zijn historische feiten, maar de vraag is, hoe interpreteer je een feit en welk relief geef je eraan? Mm-hmm. Als je nu zegt, er zitten zo en die en tegen, ja, oké, ja. Maar waarom zegde hij dat toen? Dat is de vraag. Dus ik vind dat men veel te, ook in ons onderwijs, zelfs aan onze universiteiten, helaas is de historische kennis veel te gering. Mm-hmm. Veel te gering. En platitudes verkoopt men zoals croissants op zondagmorgen. Mm. Daar ben ik soms heel echt boos voor. Ook als ik boeken lees van politieke leiders of maatschappelijke leiders of mensen die dan als filosoof worden voorgesteld. Kijk, waar slaat het op? Wat wil je wel doen? Wil je bereiken? Maar vooral ook... Natuurlijk kun je over heel de geschiedenis mensen vinden die tegen de zwarte waren en die tegen de vrouwen waren. En, ja. Maar de historische oefening is ook altijd één. Waarom zei die dat toen in zijn tijd? En waar waren toen, wat waren toen, was het concert van de stemmen in die tijd? Waar zaten de anderen? Die wellicht ook niet bestonden. Voilà. Twee, wat zat er in die... Want een kerkgemeenschap zoals een politieke partij is een corpus bij mixtum. Dat wil zeggen, daar zit van alles in. Daar zit van alles in. Als ik nu de politie van Antwerpen, ik weet zeker dat er daar vandaag minstens één is die zelf drugs gebruikt. Ik weet het zeker dat er daar vandaag minstens één is die vrouwen schoffeert. Ik weet dat er daar minstens één met een wapen thuis zit die hij niet moet hebben. Ik garandeer u dat op een blaadje. Ja. Moeten ze dan binnen 100 jaar zeggen, heel de politie van Antwerpen, ze waren allemaal aan de drank, ze scholden allemaal hun vrouwen uit, ze zaten
Nee. Maar ik wil dus zeker... Zo, nee, maar laat mij maar... Ik heb niks tegen uw vraag. Het is de ideale kans voor mij om het weer... Ik stel moeilijke zelf vragen. Uit de hoek ik stel moeilijke komen. Vragen. Mij. Ik ga eraan dat... Ik ga ervan uit dat mijn antwoorden uw programma interessanter moeten maken dan uw vragen. Voilà. Ja. Absoluut. Dus, ik heb u als de gast. Dus, voilà. Dus je moet... Dus historisch oordelen is... En daar deel ik die kritiek op de woke-beweging vandaag. Dat ze veel te lichtvaardig is en dat je... Ik wil een mens van, ik wil ook u niet beoordelen met de lichtzinnige criteria waarmee men het verleden beoordeelt. Mm-hmm. Ik kan u ook niet op één woord van u vastzetten. Mm-hmm. Als ik in uw leven begin te graven, zou ik ook wel een zin kunnen zeggen, ja, hou die maar buiten. Nathalie, als die nog een keer belt, die heeft dat gezegd, die heeft dat gedaan, die heeft daar gezeten. Ja. Of nee, dat moet ik ook niet doen. Ja, maar om duidelijk te zijn, het christendom heeft enorm veel goed gedaan in onze maatschappij en in de wereld. Ik denk aan bijvoorbeeld Martin Luther King. Ja, maar we hebben ook kwaad gedaan, daar gaat het niet over. Ja, dus dat is duidelijk. Ja. Het is meer zo van, hoe wordt nadien het geheel ingepakt en verkocht? En dat spelen dan, weegt ideologie veel zwaarder door dan geschiedschrijving. Ja, maar ik wil gewoon nuanceren, want ik wil moeilijke vragen stellen, maar ik weet zeker dat ik christendom... Ik vergeef u alles. Top, top, top. Ja, sorry, dit programma stelt moeilijke vragen. Ik heb ook met mijn vorige gast, Stijn, gedaan. Ja, ja. Dus ermee. Dus de volgende vraag is, ook misschien vandaag een dag, is waarom zien we vandaag een dag geen vrouwelijke priesters of kardinalen of bisschoppen of pausen? Waarom zijn... De meeste kerkleiders, moskeeleiders, imams, allemaal mannen. Welke verklaring kan daarvoor zijn? Ja, de verklaring is dat verhaal tot 20, 30 jaar geleden massief zo naar ons toe gekomen is. Mm-hmm. En dat die bevraging, eigenlijk de fundamentele bevraging, goed, ik moet daar nu geen 10 jaar min of meer op zetten. Maar ik ben geboren in het jaar 55. Ja. De evidenties waarmee ik nog ben opgegroeid in de jaren 60, 70, en laat op, ik ben niet opgegroeid buiten de wereld, hè. Mm-hmm. Maar in die evidenties van de jaren 60, 70 zat nog, ja, eigenlijk, er zijn een pak beroepen die niet voor vrouwen zijn. Je moet daar toch geen politieagent van maken. Of... het homohuwelijk, ja, nee, het huwelijk, dat is toch voor man en een vrouw, en twee vrouwen, twee mannen, oké, maar maak daar geen huwelijk van. Dus dat was een evidentie. Ja. Dat, en dan als je naar de kerk komt, dat een priester, dat een man is, ja, wat zou dat anders zijn? Voilà. Dus je moet, één, het massieve gewicht van een traditie, en, nu ook weer gezegd, een traditie die op zich niet dom was. Het is dus niet dat die traditie gemaakt is door mensen die principieel wilden verdrukken, ontkennen, verkleinen, negeren. Maar nee, dat waren allemaal toegewijde, verstandige, geëngageerde mensen. Maar op een bepaald moment verandert de tijd. Mm-hmm. En dan inderdaad begint de bevraging. Ontloopt de kerk die bevraging? Nee. Maar ze heeft nog niet... De antwoorden zijn gediversifieerd. Mm-hmm. Plus nog niet af. Gediversifieerd in die zin, wat met de verantwoordelijkheid die gegeven wordt aan de vrouw in de kerk verschilt grondig tussen Vlaanderen, België, Europa en Afrika en Azië en Oost-Europa. Dus die ontwikkelingen zijn ongelijktijdig. En dat gaat dus zowel over de verantwoordelijkheid van vrouwen in de plaatselijke pastoraal als in de diocesane structuren of de interdiocesane, de nationale structuren van de kerk. Er zullen veel landen zijn die zeggen dat wat wij hier doen of toelaten, dat niet kan. Dat woke is. Dat te hoog. Te woke. Nee. Ja, nee, dat wij te ver vooruit lopen. Dat wij te veel vooruit zijn. Hè? Ja. Of dat het woke is, inderdaad. Hè? Dat we ons niet volgden aan de letterlijke vertaling van de teksten. Want dan kom je ook daar weer toe, van hoe moet je die tekst interpreteren. En ik voel mij heel comfortabel in mijn interpretatie van die teksten, maar een ander voelt zich daar dan minder comfortabel. Dat is één. Dus dat is nog maar 30, 40 jaar zoiets aan de gang.
de ontwikkelingsprocessen zijn ongelijktijdig, dan moeten wij ook... Nu, er is een synode, een wereldwijd synodaal verhaal in de kerk. Paus Franciscus vraagt aan alle kerken wereldwijd om te zeggen wat hen bezighoudt, maar ook waar hun zorgen zitten. Voilà, dat komt daar op tafel, dat ligt daar. Mm-hmm. En het is niet af. Er zitten stukken in dat verhaal. En dat gaat dan bijvoorbeeld over, kan de vrouw priester worden? Kan ze dan ook bisschop worden? Want dan, als het ene kan, moet het andere ook kunnen. Mm-hmm. En dan loopt het verder. Daar zijn we dus niet uit. Mm-hmm. Als je zou zeggen, stel die vraag in Vlaanderen, unanimiteit ga je ook niet hebben. Ja. Zeker niet in Antwerpen. Ja. Waarmee ik bedoel, ik zit hier... Nee, ik zit niet. We hebben hier gelukkig mm-hmm. een assortiment katholieken over heel de wereld. Maar ik neem aan dat een Poolse katholiek, of een Nigeriaanse katholiek, of een Braziliaanse, of een Filipijnse niet onze intuïties daarin deelt. Mm-hmm, ja. En ook vindt van, maar nee, dat moet niet, allee, dat kan toch niet. Maar u bent terwijl dat het overgrote deel van de Vlaming zal zeggen, ja, waarom niet? No. En dat ik ook de vraag heb, waarom niet? Dus u zou dat goed zien, u zou dat aanmoedigen? Ik denk dat, ja, dat we die vraag... Allee, ik zie daar zeker een opening, maar ik weet ook, je zit gekoppeld aan ontwikkelingen die je, waar je niet solo slim kunt inspelen, voilà. Mm-hmm. Maar die wel een vraag, en bij bepaalde personen een pijnlijke vraag, blijven. Ja, want u heeft nu vandaag en dag, heel recentelijk nog, binnen de Anglicaanse kerk, was er ook wrijvel. Je hebt de Westerse Anglicaanse kerken, zoals in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, die zijn pro-zegeningen van het homohuwelijk. Maar dan heb je ook Anglicaanse kerken in Afrika, zoals Oeganda en Nigeria, en die zijn er tegen. En er dreigt nu een splitsing binnen de Anglicaanse kerk over die kwestie. Ja. Dus u ziet dat het heel, heel diep gaat vandaar. En dus net hetzelfde patroon, zoals je het geschetst hebt, heb je binnen de katholieke kerk. Ja. Dus ik neem ook deel aan ecumenische vergaderingen van bisschoppen, met name met Anglicaanse bisschoppen. Mm-hmm. Dat er zijn katholieke bisschoppen van België, van Engeland en Anglicaanse bisschoppen... Die hebben op dit punt dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten. Ja. En katholieke bisschoppen, en die zijn dus samen voor bepaalde ontwikkelingen. Ja. Ga je naar Nigeria, dan zal mijn katholieke confrater de intuïties delen van zijn Anglicaanse confrater en zeggen, nee, kan niet. Mm-hmm. En dat is een heel interessant iets, maar moeilijk samen te houden. Die grote wereldkerken, ja, die hebben identiteiten die gemeenschappelijk zijn. Omdat ze die eigen zijn aan die kerk, Anglicaans, katholiek. Maar daar lopen dan verschillende breuklijnen in, die al even diep gaan tussen de culturen. Mm-hmm. Niet tussen geloof als zodanig, maar de cultuur maakt ook hoe uw kerk ontwikkelt. En dat is een goede zaak. Mm-hmm. Alleen moeten zowel zij als wij methoden vinden om die diversiteit binnen die ene kerk hun plek te geven. Mm-hmm. En dus de aartsbisschop van Canterbury, die het hoofd is van de Anglicaanse kerk, mm-hmm. staat voor juist dezelfde uitdaging als onze paus in Rome, mm-hmm. of omgekeerd, namelijk om eenheid en verscheidenheid in die kerken. Mm-hmm. De tijd van een uniforme kerk is voorbij voor hen en voor ons. Ja. Dus wij kunnen niet terzelfde tijd op alle grote vragen hetzelfde antwoord geven. Ja. Die tijd is, dat bestond dus ook nog tot de jaren 60, de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie bij ons. En de Lambeth Conferences toen bij de Anglicanen, dat was een parallele soort vergaderingen. Ja, die hadden altijd het ene antwoord op alle vragen voor heel de wereld. Mm-hmm. Die tijd is voorbij voor hen en voor ons. En dus dezelfde uitdaging, eenheid en verscheidenheid. En hoe blijf je in een kerk samen? Met verschillende intuïties, gevoelens, mm-hmm. rond belangrijke vragen en zonder elkaar te forceren. Ja. Zonder elkaar te forceren, want zo werkt het ook niet. Mm-hmm. Maar binnen de Abrahamitische geloven, de islam, de jodendom, het christendom, is homoseksualiteit zeker en vast een zonde, nietwaar? Nee. Want bijvoorbeeld in Leviticus staat er: If a man also lie with mankind, as he lie with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. En dan in Romeinen staat er: En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand.
Mannen plegen ontucht met mannen, zo ontvangen ze door eigen toedoen het verdiende loon voor hun dwaling. Ik denk dat die kerken in Nigeria, in Oeganda, die lezen deze verzen en die zullen zeggen van, we hebben een goddelijk mandaat om te zeggen dat homoseksualiteit een zonde is en dat die mensen moeten gediscrimineerd worden en gemarginaliseerd. Kijk, dat is een goed citaat om terug te keren naar het vorige onderwerp. Mm-hmm. Dat staat in die tekst. En dat moet daar blijven staan. Ja. Wat het ook betekent, het moet daar blijven staan. Zo staat het er. Het heeft geen zin dat wij zo bijbels gaan herschrijven. Hier gooien ze dat stuk eruit en daar voegen ze dat. Nee. Nee. Laat de Bijbel, van goed, de Torah voor de Joden, met het Nieuwe Testament erbij voor de Christen en dan de Koer. Laat die zijn, dat staat er, oké. Okay. En laat dat daar maar staan. Je moet, wij herschrijven de geschiedenis niet, want dat is nog erger. Hmm. Dus de geschiedenis herschrijven zoals men dat in totalitaire systemen gedaan heeft, of zelfs in heel liberale. Nee, het staat er. We hebben niks te verbergen. Het staat er. Ja. Maar dan begint de oefening. Namelijk, wanneer is dat geschreven? Door wie? Mm-hmm. En waarvoor? Nu ja. Neem ik die zin. Waar zit nu het interpretatieverschil? Dat de enen zullen zeggen, die zin, één, die heeft een absoluut, hoeveel gezag heeft die ene zin? Daar begint het al mee. Mm-hmm. Van wie is die zin en in welke context? Begint er al mee, als je dit leest, dan moet je zeggen, oké, dit zal van Paulus zijn. Ja, maar Paulus is Jezus Christus niet. Mm-hmm. Dat is al één verschil. Twee, wie had hij op het oog? Ja. Sommigen zullen zeggen, elke mogelijke relatie tussen twee mannen. Was dat wat Paulus bedoelde? Nu zullen de lezingen van vandaag zijn eerder, het erkende homopaar met enige vorm van wat leek, zou kunnen geleken hebben op een burgerlijk huwelijk, dat bestond niet. Mm-hmm. Dat bestond niet. Mm-hmm. Dus het kan niet slaan op iets wat niet bestond. Mm-hmm. Wat voor mij redelijk is. Mm-hmm. Dus het kan niet slaan op iets wat toen niet bestond. Dus een erkende, bijna gelegaliseerde keuze van twee mannen, twee vrouwen voor elkaar, bestond niet, kan daarop niet slaan. Dan zullen de meesten, en ik heb het nu nog niet over de Bijbel, de theologen, maar de historici zeggen, goed, waar zat homoseksualiteit wel? En dan moet je kijken trouwens naar de reeksen die Paulus gebruikt, eerder in de Rosse buurten. Hmm. Oké. Okay. Voor de Rosse buurten, daar zijn wij nog altijd niet voor. Hmm. Of dat dan nu twee mannen, twee vrouwen, of meestal een man en een vrouw zijn, voor dit soort promiscuïteit zijn wij nog altijd niet. Mm-hmm. En dus als het slaat op, laten we nu onder promiscuïteit, over ongeordend gedrag van de een naar de ander en gekoppeld aan onze buurt, en als ze dan, zij die van daaruit christen willen worden, in de christelijke gemeenschap komen, want Paulus die schrijft naar diegenen die christen willen worden, mm-hmm. Ja, je kunt niet dezelfde tijd als man je laten dopen, kiezen voor het geloof, overtuigd christen te worden en naar de Rosse buurt lopen om mannen te ontmoeten. Als dat de betekenis is die historisch kans maakt, want we kennen die steden, hè, dus vanuit de niet-Bijbelse bronnen weten we ook in die mediterrane handelsteden was er niks te kort, hè? Mm-hmm. Zeker niet op dat seksueel gebied. Mm-hmm. Voilà, als het daarop slaat en het impact daarover dat dat kon hebben op het leven van een familie of een christelijke gemeenschap, dan zit je in een heel ander verhaal. Mm-hmm. Maar dan zie je ook binnen die christelijke familie, en trouwens ja, met de moslims ook, daar gaan de geesten uiteen over hoe ga je om met die tekst. Laat die tekst maar staan. Dus tegenover diegenen die zeggen, ja, maar die Bijbel moet je herschrijven, zeggen, nee, nee. Ik wil niet dat de geschiedenis herschreven wordt. Ik wil ook niet dat jij of jij je geschiedenis moet herschrijven omdat je bij mij komt. Mm-hmm. Als er iets fout gebeurd is in je leven, dan moeten we met die fout omgaan. Mm-hmm. En als jij een dommigheid gezegd hebt, dan moeten wij die dommigheid kunnen integreren in een nieuw traject. Dat is iets anders. Dat is ook,
En we moeten dus zo verstandig mogelijk en rustig mogelijk daarmee omgaan. Maar dat veronderstelt bijvoorbeeld al dat je emotioneel een beetje loskomt. Als dat onmiddellijk in een wel eens niet eens, voor, tegen, en we zullen een keer zien, het mag niet of het moet er... Nee. En dan moet je de wetenschapse werk laten doen. Hè. Hoe leefden, want daar is prachtige literatuur over, hè, over het leven in Alexandrië, in Antiochië, in Rome, in die eerste eeuwen. Ja, goed. En ik kan dus wel een context zien waarvan ik zeg, als het dat is, ja. 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 Oké. Okay. Dus, als je nu vraagt aan mij, is dat een zonde, zoals het daar staat, dan zeg ik, waarover hebben we het? En dus, als wij nu zeggen, homoseksualiteit hoeft niet per definitie een zonde te zijn, dan doe ik geen uitspraak over de Rosse buurt, maar dan doe ik een uitspraak over mensen die ik ken, twee mannen, twee vrouwen, die bovendien tot onze christelijke gemeenschap behoren, ja, ik moet geen oordelen vellen, voilà, en die echt voor elkaar kiezen, voor een trouwe relatie, een zorgende relatie, waarmee ze de zwakke plekken in mekaars leven ook meepakken, want leven zonder voorgeschiedenis, als je 30, 40 jaar bent, dat bestaat niet. Die dat ook meepakken. En die proberen zich in de samenleving of de kerkgemeenschap ook zo goed mogelijk te engageren om een waardevol koppel, een waardevolle gezinscel te vormen in die samenleving. Dan zeg ik, ja, waar zit nu het kwaad? Nu zie ik het niet. Oké, okay. Maar dus voor u, twee homoseksuele mannen die gevoelens hebben voor elkaar en ingaan op die gevoelens, is voor u geen probleem? Wel, als probleem. Wij, kijk, er is een christelijke ethiek met basiswaarden. Als die andere basiswaarden, en die, dat gaat dan over een monogame keuze, dat men weg is uit het losse zoeken. Want, goed, ik ken homoparen, ik ken ook veel ouders. Van die ouders is hun grootste wens dat die toch een vaste en een levenslange partner zou vinden. Dat men wegraakt uit het zoeken en het onzekere. Want daar zit heel veel onzekerheid, ook die ook ongelukkig maakt. Dus dat men, in zekere zin, dat men een vaste partner, dat men een monogame relatie heeft. Dat men zo mogelijk echt kiest voor het leven, voor de goede en de kwade dagen. In ziekte en gezondheid, want dat zijn de moeilijke. En voor het leven, in een zorgende relatie. En één die ook open is, voor het eigen kinderen, dat is dan weer een ander verhaal, maar op zijn minst open ook op wat de samenleving nodig heeft om te groeien als samenleving. Want een gezin is een groeikern van de samenleving. Is er daar ergens ook een groei? Zijn ze ook een groeifactor in de samenleving die bijdraagt aan de ontwikkeling, de toekomst? Ja. Ja. Want als die christelijke waarden daar ook zijn, ja, dan zet heel dat verhaal van is dat waar zit kwaad en goed op een heel andere lees geschoeid. Ja. Ja, ik dan vind het, dan is die zin daar niet zo concreet, pardoes, massief op van toepassing. Ja. Nou, ik vind het gewoon heel interessant hoe en daarmee zal ik van mening, of hier als Westerse christen, van mening verschillen met, neem nu, zelfs met een goede gelovige katholiek uit Afrika, of een protestant, of een moslim die aan zijn Koran ook vasthoudt. Dus, ja. Nou, ja, ik vind het gewoon interessant dat zo éénzelfde tekst zoveel verschillende interpretaties uit kunnen voortkomen. Maar volgens u is er ook geen juiste interpretatie van. Toch wel. Er is wel een juiste interpretatie. Ik vind een... Ja, nee. Maar je moet mensen vrij laten. Is uw interpretatie de juiste? Ik denk van wel. Omdat ze moet gebaseerd zijn op wetenschap, op onderzoek, op literair onderzoeken, van wie komt dat, waarop slaat het, op historisch onderzoek. En ze moet ook mee zijn met de verdere ontwikkeling van de wetenschap en de theologie. Dus een zin van toen, oké, maar je moet die zin ook, dat wat we daarnet zeiden over die historische figuren, of met die anti-Joodse uitspraken, diezelfde persoon met diezelfde gevoelens, zo misschien vandaag juist het tegenovergestelde zeggen van wat hij daar gezegd heeft. Dus het is tijdgebonden. Het is ook tijdgebonden, cultuurgebonden. De setting is gebonden, ja. Maar mocht ik een orthodoxe christen zijn, zou ik dat counteren door te zeggen van dit is het letterlijke woord van God en het was waar toen, het was waar binnen 1000 jaar en het is waar nu. Zo zijn heel veel moslims aan het redeneren. Nee,
Dus we bijvoorbeeld, daarin verschillen wij al fundamenteel. Ja. En dat wij in de katholieke traditie, en ik weet dat is nu een heel theologisch dossier zeggen, mm-hmm. het is nooit schrift alleen, het is altijd schrift en traditie. Ja. Dat is een duo in de katholieke kerk vanaf het begin, schrift en traditie. Ja. De fiets heeft twee wielen. Hè? En dus alle onze documenten gaan over schrift en traditie. Dat wil zeggen het woord van de Bijbel, maar zoals het wordt begrepen in die verdergaande traditie. Hmm. En natuurlijk, dat is ook geen probleemvrije formulering. Dan kun je weer beginnen, ja, maar de traditie van wanneer? Is de traditie de 5e eeuw, de 13e eeuw, de 19e? De traditie, is dat dan meer Paulus Johannes Paulus II, Paulus Benedictus, Paulus Franciscus? Oké, dan kun je weer discussiëren. Maar het is altijd schrift en traditie en nooit de schrift zonder heel die traditie. En het mag ook niet zijn traditie zonder die schrift. Er moet een knooppunt zitten. Anders hangt die traditie ook in het onbepaalde van onze goesting. Dus als men zegt, ja maar jullie maken van God een projectie, ja, dan moet juist die band bijvoorbeeld met een schrift, of die band met nog meer met de persoon van Christus, moet juist vermijden dat het projectie wordt. Mm-hmm. En dat er tegenspraak in zit. En dat die persoon van Jezus op een bepaald moment eigenlijk moet kunnen zeggen, mannetjes, nee, dat geen gelijk. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het ook interessant dat de ene paus zegt dit, de andere paus zegt dat. Ja. Franciscus is, ik ben een fan van paus Franciscus, ja. Is heel liberaal en progressief en doet toegevingen ook. Terwijl de vorige, Benedictus, was heel conservatief. Ja. Ook met zijn wat hij zei over aids en voorbehoedsmiddelen ben ik totaal tegen. Maar ik vraag me af hoe dat is om als katholiek, zeker voor u, naar wie vond u een betere paus? Of wie had meer gelijk in zijn interpretatie van het schrift? Want ze zijn allebei opvolgers van Christus' waarden. Ja. Kijk, ook in die vraag vele lagen. Als je vraagt, wie is mij voor mijn intuïtie en mijn inzicht, wie komt daar het dichtste bij en dus wie vind ik de sympathiekste? Als dat de vraag is, dan is dat duidelijk, is dat voor mij Franciscus. Ja, meer dan binnen. Als dat de vraag is, wie ligt het dichtst bij uw gevoel, bij uw intuïties, dan is dat Franciscus. Dat is duidelijk. Maar dan begint de vraag, wie is de beste? Dat valt nog niet samen met wie is de beste. Natuurlijk, ik kan ook vlug zeggen, Franciscus. Maar goed, kijk, een diepere laag in de vraagstelling is, zo'n universeel mechanisme als de katholieke kerk, dat wereldwijd zit, in al de continenten, en niet nog als een soort hogere instantie die toekijkt, zoals de Verenigde Naties, maar als een levende gemeenschap die daar overal levende parochies, bisdommen heeft, die volop die kerk uitmaken. Want onze landen, die maken de Verenigde Naties niet uit. Dat is een soort een koepel, een paraplu erover, maar niet. Goed, hoe hou je dat het best samen? Dan kun je dat doen via raden en commissies. Mm-hmm. En met de secretaris-generaal. Waar, oké, daar is daar zijn voordelen in. Ons systeem is zeer gepersonaliseerd. We kiezen, om het nu banaal te zeggen, we kiezen de chef. Zoals de protestanten. Niet zoals de protestanten. Niet zoals de Anglikanen, maar ook niet zoals de wereld, de Verenigde Naties. Dus we kiezen de chef. En die heeft verregaande bevoegdheden. Dat klopt. En je zou kunnen zeggen, zijn die bevoegdheden niet te groot? En inderdaad, op bepaalde punten denk ik, zijn die te groot. Voor mezelf zeg ik, ik heb nog altijd liever te maken met een persoon die gekozen is, waarvan ik weet wie hij is, hoe hij in elkaar zit, hoe hij beslist, en die je in de tijd soms een tijd moet uitzitten, waarna er weer een andere kan komen, dan een opeenvolging, en ik hoop dat de politicus mij dat niet kwalijk nemen, van regering, van kabinetten, mm-hmm. van partijen, waar dat je op den duur ook niet meer weet, wie staat er hier nu achter wat, wie is hier aansprakelijk als het verkeerd loopt, wie zal binnen 10 jaar of 20 jaar nog verantwoordelijkheid opnemen voor wat vandaag verkeerd gebeurt. Mm-hmm. Dus ik heb nog liever ons systeem.
Ja. In de kerk, spreek nu niet van de politiek. Hè? Maar als je nu zou zeggen, kijk, vervang die paus weg. En vervang hem door een soort geïnternationaliseerde Belgische politiek. Dan zeg ik nee, geef mij dan maar een paus. Dan weet ik tenminste met wie ik spreek. Hoe hij in elkaar zet. Hij zal een ander accent leggen dan zijn voorganger. En na hem komt er weer iemand die het weer anders zal doen. Maar ik kan nog altijd de telefoon pakken en ermee gaan spreken. Dat moet ik hier niet doen. Oké, ik kan met de minister gaan spreken, maar dat is zelden een persoonlijke. Het is een, met de paus kan ik een persoonlijk gesprek hebben. En dat kan gaan over iets waarvan hij mij zegt, kijk Bonnie, sympathiek, maar dat kan ik nu niet doen. Maar dan weet ik nog altijd met wie ik spreek. Bovendien, als je nu onze pausen bekijkt van de voorbije eeuwen, en natuurlijk... In heel de jaren 1900, zeer verschillend enzovoort. Maar we zijn er wel in geslaagd met ons systeem om de kerk in het midden te houden. Ja. En personen te hebben met voldoende competenties om iedere keer nieuwe deuren te openen. Soms een keer één te sluiten ook, dat klopt. Maar ik heb liever dat gepersonaliseerde systeem dan een geanonimiseerd dat verloor waar een kat zijn jongen niet meer in vindt. Ja, het is ook interessant, want u heeft ook katholieken in Amerika, de sedevacantisten. Ja, die hebben we hier in Antwerpen ook. Ja, die zeggen dat de troon eigenlijk leeg staat en de paus niet erkennen, omdat sinds Vaticaan II, dacht ik dat het was, omdat ze dan kozen... Ja, niet aan die vanaf Johannes Paulus, vanaf Johannes 23e de wettelijkheid in vraag stellen. Okay. Ja. Maar leuke varianten of carnavaleske toestanden, dat heb je in elke kerk. Hè. Dus meer is dat ook niet. Ik bedoel, de kerk moet verder met die grote troep van mensen, dat gewone volk, daarvoor zijn we verantwoordelijk. Ja, absoluut. Een volgende vraag, ook een gewichtige vraag, is hoe kan een almachtige, een liefdevolle God het leed in de wereld toestaan? Dat is een diep vraagstuk voor veel christenen, waar veel christenen mee worstelen. Maar ik vraag even, goed, dit is een van de moeilijkste vragen in wat wij de theodicee noemen, of de theologie. De vraag van goed en kwaad is al een moeilijke vraag. Hoe komt dat kwaad mogelijk is? Dat de mens kwaad kan doen. De vraag, waar zitten de verantwoordelijkheden voor goed en kwaad? En dan nog de vraag, als er een God is, wat heeft God met dat lijden te maken. Dat is een harde filosofische, theologische nood. Het alleroudste Griekse mythologie gaat al over die vraag. Dus, en de alleroudste religieus-filosofische of filosofisch-religieuze traktaten, riten, gaan al over goed en kwaad en hoe God dan in dat geheel... Welke plaats hij daarin speelt. En dat gaat dan over de twee vragen, waar ligt oorzakelijkheid? Zitten daar, als God een persoon is, met de wil, met verlangen, als God, of om nog christelijke, als God liefde is, ja, je kunt maar van liefde spreken als er daar ook een wil en een verstand achter zit. Als je weet wie dat je lief hebt en waarom je die lief hebt. En een keuze, want liefde is geen geanonimiseerd iets, daar zit willen en kennen achter. Hoe gaat dat dan samen met dat lijden? Dus de oorzakelijkheidsvraag. Dat is nogal een keer de dominante vraag hier. Hoe zit God in de oorzakelijkheid, al of niet, van het kwaad? Goed. Tezelfde tijd hebben de grote godsdiensten meer ingezet over de verlossingsvraag. Eén vraag is, zit God in de vraag of dat je in dat lijden terechtkomt? De andere vraag, hoe zit God in de vraag hoe dat je eruit geraakt? En dat is de nog grotere vraag. De vraag, God en de oorzaak, de potentiële, de mogelijke oorzakelijkheid naar de lijdensvraag, is voor mij vooral een intellectuele vraag. Een crux, dus een nood die niet te kraken is. En de mensheid, zolang er gelovigen zijn, zullen zij met die vraag rondlopen. Overigens de ongelovigen ook. Van waar komt dat lijden? Ja, dat blijft dan een vraag. Goed. Wat heb je nu... Maar waar zetten die godsdiensten dan meer? Want de vraag
van God en die oorzakelijkheid van het leven, die is er altijd geweest. Maar die is voor ons vooral na de verlichting naar boven gekomen als zo'n tegenargument tegen geloof. Mm-hmm. Terwijl die godsdiensten en zeker het christendom meer bezig zijn met de verlossingsvraag, mm-hmm. de bevrijdingsvraag. Wat doet God wanneer hij mensen tegenkomt die lijden? En dan zit je weer met twee voeten in het Nieuwe Testament. En dan van, lees de vier evangelie, dan zit je bladzijde na bladzijde met de vraag, de verlossingsvraag of de bevrijdingsvraag. Of komt hij een blinde tegen, wat doet hij dan? Komt hij een bezetene tegen, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Komt hij een veroordeelde vrouw tegen, wat doet hij dan? Dus heel, hoe gaat hij om met dat lijden? Heeft hij het voorkomen? Nee. Loopt hij achter op de feiten? Ja. Doet hij iets met die feiten? Ook ja. En in welke richting doet hij er iets mee? Dus heel dat, en met wie doet hij dat? Doet hij dat alleen als hij betaald wordt? Doet hij dat alleen als de sociale zekerheid terugbetaalt? Of doet hij dat uit eigen zak? Ja, het antwoord moet je zelf maar gaan zoeken. Maar er is dus een typologie in hoe hij omgaat met dat lijden. Voilà. Dus dat is de ene helft van die verlossingsvraag. Voor de christenen heb je dan nog de tweede grote vraag. Wat doet hij als het met hem zelf gebeurt? Dus één vraag is, wat doet Jezus als hij een blinde, een bezetene, een veroordeelde tegenkomt? Dat is nog een. Tweede vraag. En wat heeft hem gedaan toen het hem overkwam? En dan zit je in de goede week, hè? Dan zit je met Goede Vrijdag. En dan het antwoord, het anti-antwoord. Het anti-antwoord. Waar hij stopt met vechten. Ja. Voor zichzelf. Stopt met vechten. En zegt, het heeft geen zin dat ik nu nog redeneer van waar het gekomen is. Er zit een heel alleense vraag, amper nog een vraag over van waar komt het nu. Er zit bovendien de intuïtie achter God, van God, waarom heb je mij verlaten? Want zoals ik u ken, kunt gij hier niet inzitten. Dus heb je mij verlaten. Dus zijn geloof, ja, maar gij zijt voor mij een goede God, een rechtvaardige God, een liefhebbende God. Maar nu, zoals ik hier veroordeeld word en hang, hier kunt gij niet tussen zitten. Dat kan niet. Dat kan niet met u te rijmen zijn. Dus mijn gevoel, gij hebt mij verlaten. Die godsverlatenheid in het lijden, die best herkenbaar is, dat is een andere manier om te zeggen, ja, dat kan toch niet dat God daartussen zit. Nee, hij zit er niet tussen. Wil dat zeggen dat hij er niet tussen zit? Nee, hij zit er op een andere manier tussen. En dan heb je opnieuw een nood dat ik nooit ga kunnen verstaan, maar die er voor mij uitsteekt door zijn uniciteit als antwoord. Goed, ik stop met die vraag van waarom, ik ga daar nooit een antwoord op krijgen. Ik stop met dat tegen God uit te spelen, want inderdaad, zo kan hij niet zijn. Ik stop de keten van het kwaad en het lijden door er zelf niet meer aan mee te doen. En dus mag mij nu overkomen wat mij moet overkomen. Liever dat dan... En dan is de gok. Ja. En dan is het gok. De ultieme gok. Ofwel is die vader er nog, maar op een andere manier dan ik hem voel, had hij mij vangen. Ofwel is hij er niet, en dan is het al om zeep. Ja. Voilà. Dus die ultieme gok in het lijden zelf, als het u zelf overkomt, ja, dan zit je echt in Goede Vrijdag. En dan zit je op de knoop van mijn christelijk geloof, dat er die gok van, oké, die gok, die God is er, en dan val ik in zijn handen. En dan is al wat er gebeurd heeft, kreeg dan zin. Dan hangt dat weer aan elkaar. Als hij er niet is, ja, ook dan heb ik verkeerd gehoord, maar dan hangt dat ook allemaal niet aan elkaar. Dan had ik dat ook beter niet gedaan. Dan was ik wel beter weggelopen op het laatste moment, een schip gepakt naar Cyprus. Of dan had ik beter wel aan mijn leerlingen en mijn aanhangers gevraagd, ja, koopt u maar ergens lansen en munitie, we gaan er tegenaan. Dan had ik het inderdaad beter anders gedaan. Voilà. En dus je zit daarop om... Uiteindelijk kom je op een vraag terecht die zegt, is het leven een waagstuk? Ja, maar niet enkel van, oh, zou ik vandaag een keer mijn aandelen hierop om? Ja, dat is geen waagstuk. Dat, maar zo de levensschok, de vraag, God ja, God nee, God en het leven, dat gaan we dus nooit... Het blijft uiteindelijk een vertrouwen van, ja, kijk, ik mag vallen, ik zal in zijn hand vallen. Ja.
Ja, het is, ik vind het gewoon moeilijk om te begrijpen dat als een bijvoorbeeld een baby aan zijn stoel valt en die overleeft dat zonder één schrammetje eraan over te houden, dan zullen gelovigen zeggen, ah, dit is God die hier spreekt, God heeft mijn baby gered. Maar als er tienduizenden kinderen per dag sterven aan hongersnood en aan ziektes en aan oorlog, dan zullen ze zeggen van, God zijn wegen zijn ondoorgrondelijk of mysterieus, of ze willen het niet aanraken. Ja. Goed, daar zitten twee dingen in. Eén, al die kinderen die sterven van de honger, dan moeten we warempel niet naar God kijken. Nee. Dat is het humanisme in zijn volste crisis. Dat is de verlichting, het verlichtingsdenken in zijn crisis. Sinds de verlichting lopen wij zo op met de reden. En we kunnen zelfs naar de maan. Maar we slagen er niet in om voedsel en veiligheid te garanderen en oorlogen te stoppen. Ik denk, de mens, je moet geen hemel scheppen om een God te hebben, maar je moet ook geen hemel scheppen om een zondebok te hebben. Dat is al even erg, vind ik. Hè? Dus wat op ons konto staat, moeten wij op ons konto durven pakken. En zeggen, hou hem er buiten. Want wij hadden dat wel gekund. Als we het in de 21ste eeuw het nog niet kunnen, scheelt er niks aan God, maar scheelt er niks aan ons. Als we dat nog niet kunnen garanderen, dat wereldhandel, dat landbouwproductie van voedingsstoffen, dat rechtvaardige verdeling van de middelen van de aarde, van de mineralen, van de olie enzovoort, als dat niet lukt om dat rechtvaardig te verdelen, dan moet de verlichte mens naar niemand anders kijken dan naar zichzelf. Steek dat bij God, niet op God. Dus het is een menselijk falen. Niet op God, dat is zwaar menselijk falen. Oké, dan ben je weer vertrokken over de vraag, hoe kan mensen falen? Hè? Maar steek bij God niet op God, wat dat van hem niet komt. Dat is één. Twee, wat ik wil zeggen. Terecht zeg je, als dat kind valt en sterft, neem nu die moeder met die fiets gisteren. Dat is dramatisch in zijn onverklaarbaarheid. Als dat nu echt geen enkele menselijke bedoeling, als ook die chauffeur... Maar dan zit je met... Stel nu, het is dus onverklaarbaar. En je zit dus met het leed van de onverklaarbaarheid. En die moeder is gebroken voor de rest van haar leven door die onverklaarbaarheid. Stel nu dat er een verklaarbaarheid was en een reden, dan zou het nog erger zijn. Dan zou het nog erger zijn. Stel nu dat er een reden was waarom dat kind moest verdwijnen. Ja, dan maakt het het nog erger. Dan zit er oorzakelijkheid in. Dan is er redelijkheid in het onredelijke. En dat is nog erger. Als er een verklaring zou zijn waarom dat kind van die moeder weg zou moeten, dan is het nog erger. Nou. Dus men moet oppassen met de vraag naar, er moet een reden voor zijn. Nee. Nee, er moet niet voor alles een reden zijn. Waarom moet die vulkaan uitbarsten op dat moment en duizen of die tsunami? Oké, er zijn zoveel dingen. Wij zitten in een eindige schepping. Dat is ook een beetje die erfzonde leren. Er plakt dan alles beperking, omdat we God niet zijn ook. En het oneindige niet. Klap. Dan, en er zitten dus onredelijke dingen. Als ik morgen zou ziek worden, dodelijk ziek... moet ik dat niet, dan ga ik dat jammer vinden. En vooral onredelijk jammer. Hè? Waarom ik? Van de andere kant, ik kan niet veel klagen, ik ben al 67. Er zijn er zoveel die weg moeten naar 37 of 47. Oh. Dus het zou nog erger zijn als ik een reden zou vinden waarom dat ik weg moet. Ja. En als gelovige, dan is dat weer het andere. Moet ik de oorzakelijkheidsvraag, moet ik ergens kunnen lossen? Om te wenden naar, en nu, wie is er nu nog met wat? Ja. En dan zit je meer naar wat wij dan noemen, de verlossingskant, de bevrijdingskant. Bevrijding niet van, pak die last van mij weg, maar neem dat ik ze in een ander zingevingsverhaal kan meepakken en beleven. En dat ik ook daarin kan groeien. Ja, maar dus eigenlijk een dood is gemakkelijker om te aanvaarden als er geen reden achter zit.
Kijk, gemakkelijk aanvaarden als psychologie. Over psychologie spreek ik me niet uit. Mm-hmm. Ook, er zijn mensen die gemakkelijker over en anderen die dat is psychologie. Mm-hmm. Ik weet niet of ik bij mijn sterven psychologisch rustig zal zijn, dat weet ik niet. No. En mijn geloof geeft nu zin en richting aan mijn leven, ook aan mijn sterven. Maar als ik op het uur van de sterven daaraan psychologische kracht zal beleven, ja, dat weet ik ook niet. Ja. Dat is like een ouder. Ik heb mijn kinderen lief. Maar zal ik op de dag van mijn sterven steun hebben aan mijn kinderen en kleinkinderen? Ja, dat weet ik ook niet. Mm-hmm. Maar nu geven ze wel zin aan mijn leven, waarom ik er geweest ben en waarom ik zal verdwijnen. Of ik op dat uur een gemakkelijke dood, een vriendschappelijke dood. Er zijn zoveel ouders die moeten afscheid nemen van het leven, terwijl conflicten met hun eigen kinderen niet zijn opgelost. Maar u zei dat... Die conflicten rond hun bed staan. Even zwijgen en 5 minuten na de dood herbeginnen, dat weten die ouders ook. Dus wil dat zeggen dat dat minder zinvol is? Ja, nee. Maar het uur van de dood, maar ook de psychologie daar rond, ja, heeft zijn eigen onvoorspelbaarheid. Mm-hmm. Maar dan bijvoorbeeld in de Book of Job, met al het ongeluk dat gebeurt met Job, dat komt eigenlijk door God, omdat hij een pact heeft gesloten met Satan. Dus als er dan de oorlogen die u ziet, u steekt u dan niet op God, maar op menselijk handelen. Maar als je kijkt naar de Book of Job, daar komt het wel door God. Dus ik trek die lijn dan verder door te zeggen van de mensen in Turkije, in Afghanistan of in Afrika, dat zijn allemaal Jobs. Ja, hun geloof, hun standvastigheid wordt ook getest door God. Misschien is het een test, maar gecreëerd door God. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Kijk, ik blijf bij mijn punt. Als het in Afrika er zo rommelig aan toe gaat, bijvoorbeeld, mm-hmm. en inderdaad volken bijna collectief in de wanorde, in de bestuurloosheid gedompeld worden, dat is door de collectieve onbekwaamheid van de mens mm-hmm. om de wereld beter te organiseren. Dat is onze winkel, wij moeten die beter bestuderen. Oké. Maar dan, en dat komt weer tot het geloof, en dat vind ik voor mezelf een heel belangrijk punt. Dat is wat ik soms noem het sociale deficit van de geschiedenis. Mm-hmm. Ja. Het sociale deficit, dat gaat over die kleine helft, soms de grote helft, die het niet heeft gekregen van niemand niet. Mm-hmm. Nog voedsel, nog rechtvaardigheid. Dat gaat heel vaak over het beste deel mm-hmm. van de samenleving. Dat gaat over al die jonge soldaten die gestorven zijn voor dwaze regimes, zoals nu. Dat gaat over de edelste mensen die tegen bijvoorbeeld Stalin enzovoort zijn of Hitler zijn opgekomen en daarom in de gulags en de concentratiekampen gestorven. Dus het edelste en het onschuldigste wat de mensheid heeft voorgebracht is een lot gestorven van miskenning. Mm-hmm. En dan is de vraag, dat sociaal passief, valt dat in het niets? Is dat verloren potentieel dat in het niets valt? Gewoon in het gat van de leegte? Mm-hmm. Of valt dat nog in iemands handen? Ja. En dat is voor mij zelf, ik heb dat ook al dikwijls in mijn sermoenen gezegd, een van mijn redenen waarom ik geloof. Ja. Kan ik dat toelichten? Kan ik dat bewijzen? Nee. Maar ik wil nog geloven dat de menselijke geschiedenis niet zo vredaardig is, dat het beste wat we te bieden hebben en het meest onschuldige, of het minst gewapende, het goedieerde, dat bestemd is om in het gat te verdwijnen, de vuilbak van de rijken of van de machtigen. Ja. En dat raakt aan mijn paasgeloof. Dat was die ene, die machteloze mens, die ervoor koos om machteloos te zijn. Als die echt in een zwart gat verdwijnt, en wel, dan wil ik hier nog wel eten en drinken tot ik sterf, maar dan is het verhaal zinloos. Mm-hmm. Dan is het zinloos. Mm-hmm. En je kunt natuurlijk zeggen, een echte atheïst moet met die zinloosheid leven, maar dan vind ik die zinloosheid nog vreder dan mijn geloof. Ja.
enigszins een stukje vreder dan mijn geloof. Mm-hmm. Want dan heb ik zelfs, en je kunt natuurlijk zeggen, dat is een woord van troost en niet van oplossing. Ja, maar wat ga je anders nog zeggen? Mm-hmm. Heb je anders nog te zeggen? Mm-hmm. Aan die soldaten, aan die populaties die worden uitgehongerd. Kijk, als het sociale passief van de geschiedenis echt passief is, en ja, om in het slapende gat van de geschiedenis, dus in het niet bestaand gat, slapen, dat is nog een, dat kun je nog altijd van wakker worden, maar in het lege gat van de geschiedenis te verdwijnen, dan is heel de zaak voor mij, goed, dan wil ik hier ook mijn tijd inzetten, in mijn tijd nog uitzetten en volhouden met goede werken, mm-hmm. om het zinvol te maken, maar dan is het eigenlijk zin geven aan een, op kleine schaal zin geven aan iets wat op grote schaal geen zin heeft. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. En daarvoor heb ik iemand anders nodig. Hebben we iemand anders nodig van een andere aard, van een ander verhaal? En kan ik die bewijzen? Nee. Maar ik heb liever voor dat raadsel te staan, dan dat raadsel weg te redeneren, want dan zie ik ook de lijnen niet meer lopen. Oké. Okay. Goed, dan zullen we het hierbij houden. We moeten afronden. De tijd is op. Maar ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd die u vandaag heeft vrijgemaakt. En voor deze toch soms moeilijke vragen te beantwoorden. Met prachtige antwoorden. Je mag alle vragen stellen die... Oké. Okay. Top. Dankjewel. Wij moeten alle vragen aankunnen. Absoluut. Frankentijd.